Sometime, honey, come back. Sometime, I'm on a red back jack. Sometime, I get a hump in my back. Sometime, I'm going over here. Sometime. Goedemorgen, hartelijk welkom bij deze nieuwe video vanuit San Francisco, waar we nu nog steeds zijn. Maar niet voor lang meer, wij gaan hier zo de San Francisco area of San Francisco gebied gaan we verlaten. We rijden dan richting Mariposa, erg dicht bij de Yosemite National Park. We hebben hier net eventjes alles opgeruimd. Sanne en Kevin die zijn inmiddels al naar buiten, die staan op ons te wachten. En we kunnen gaan rijden naar onze volgende bestemming. En zoals ik zei, dat zal dus zijn Mariposa, ook nog in Californië en dan dichtgelegen naast Yosemite National Park. Dus daar gaan we nu naartoe. $80 heb ik erop gezet. Dus we gaan even kijken of die daarna vol is of niet. Maar de vorige keer hebben we getankt in, dat was het ook alweer, aan de kustlijn. En er waren al heel weinig tankstations. En daar was de gallonprijs veel hoger, 5,99. Hier is die 3,55, dus dat valt in verhouding tot de rest van Californië tot nu toe valt dat mee. Eigenlijk $2 per gallon, $2,50 per gallon gewend zijn vanuit Florida. Dus, maar het is een behoorlijke slurpschuit, noemen wij hem elke keer. En het is natuurlijk ook een grote auto, dus hij gebruikt best wel veel. Maar het is ook wel handig, want we hebben zatruimte. We hebben nu net nog een koelboxje erbij gekocht, die kan er ook gewoon makkelijk nog bij in. Dus dat is wel ideaal. Ik zit al op 15 gallon. Normaal een kleine 4, dat is al meer dan 60 liter, of bijna 60 liter. Dus gaat aardig waarin. Wees je even weer wat te drinken nodig, want anders dan gaat hij ons laten staan. We zijn hier aangekomen in het plaatsje Mariposa. We zagen net dat het inwonersaantal van hier, hoeveel was het ook alweer, Michael? 1769 mensen. Nou, dat is niks. Maar nee. Het ziet er wel erg leuk uit, zo links rechts. Ja, 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 dit is heel erg Amerikaans. Ja, een beetje zo'n cowboy stadje. Kijk, ja. Hier links zo. Ja. Hier links. Heel leuk. Het, allemaal met het hout. Hier nog niet best, hè. De Coca-Cola het is drukken. Maar een heel klein plaatsje. Maar waarschijnlijk wordt het dagelijks overspoeld door toeristen, denk ik. Ja, er stond daar net ook toeristen in. Anders. Ja, dat is logisch, want het is echt super op weg naar de Yosemite. Eens even kijken, want ons hotel komt er ook zo aan. De Monarch hier. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Leuk uit, zou ik daar ook kunnen parkeren? Dat gaan we proberen. Kut. Registration, hier. Hier staat de registratie. Dan gaan we gewoon eventjes door, want hier zijn genoeg parkeerplaatsen. En dan draaien we hier gewoon links even de parkeerplaats op. Maar de eerste oog ziet het er leuk uit. Een beetje kitscheren, maar dat is altijd wel leuk. En dus zijn we gearriveerd op onze volgende bestemming in Mariposa, de Monarch.
De check-in ging weer hartstikke soepel. Zijn er Kevin en Kaatje al? Waar staan ze eigenlijk? Was die wel open? En we hebben een kamer op de eerste verdieping. Helemaal meestal, hè? Valt mij op. Ja. Nou ja. Zo, even schuren. Dat is niet zo handig. Kamer nummer 102. Pas op. Pas op. Ja. Helemaal achter in de gang. Ik vind je kapotje. Van de voorhouder. Nummer 102. Zoals ik zei. Nou, een beetje verlichting hebben. Nee, het is toch ook niet te geloven. Oh, de verlichting staat al aan. Het is toch niet te geloven, die kamers zijn toch overal bijna hetzelfde, hè? Ja. Ja, goed. Dat is natuurlijk ook. Sorry, liet ik de deur dichtvallen voor je neus. Maar uitzicht. Nee, dit is hartstikke mooi weer. Ziet er weer heel netjes uit. Hebben we vriezen? Nou, dat is helemaal ideaal, want we hebben net bij de Walmart een koelbox gekocht met wat koelelementen erbij. Ja, een paar biertjes hoort er ook bij. Die kunnen direct de koelkast in. Magnetron, kunnen onze maaltijd nog opwarmen. Makkelijk. Echt, hebben we die niet bij ons natuurlijk. Kijk, Michael, wat een handige blikjeskoelkast. Oh ja. Speciaal gemaakt voor blikjes. Wil ons de pas. Wat voor kleinere blikjes? Nee, past allemaal wel. Ja, nou, prima, hotelkamer weer, ziet er goed uit. Nou, even kijken hoe we die lamp ook weer aan kunnen doen. En we zijn dus nu aangekomen in het plaatsje Mariposa met nog ongeveer 50 mijl te gaan voordat we bij de Yosemite National Park zijn. En hier blijven we 2 nachten, dus vanuit hier gaan we ook minimaal 1, maar misschien wel 2 keer Yosemite bezoeken. We moeten nog maar eens eventjes bekijken, want we hebben ook vandaag nog best wel heel veel tijd. Het inchecken ging weer eens super soepel, heel vlot. Echt binnen 10 minuten sta je op je kamer, ideaal. Weinig drukte, dus dat is mooi. We hebben eventjes ons spul op de kamer neergezet. Wat we nu gaan doen is de dichtstbijzijnde trail lopen. Die bevindt zich hier op zo'n ongeveer een uurtje afstand rijden vandaan. En dat heet de Mariposa Grove Trail. En het leuke is wat je daar kunt zien zijn de torenhoge sequoia bomen. Dus daar gaan we nu naartoe. We vinden het jammer om een halve dag hier bij het hotel te zitten. En we hebben nog een paar uurtjes. Dus we gaan lekker naar de Mariposa Grove Trail. We zijn hier inmiddels aangekomen in het Yosemite National Park. En we kijken hier eventjes welke trail we gaan doen, of waar we naartoe gaan in ieder geval. De bedoeling is de Mariposa Grove, die hierop staat. Die is 46 uur. Ja, doen we die. Maar dit is wel met die sequoias, heb je dat? Ja, natuurlijk. Ja. Die is juist uit. Een forest with many giant sequoias. Nou, dat wilden we ook graag zien. Dus, Kijk, en dan het mooie is, we zijn hier net binnengekomen, hebben dan National Park Pas hebben gekocht. Kost $80, maar dan kun je hem ook gebruiken een jaar lang in alle National Parks in Amerika. Dus dat is heel erg mooi. En die komt later in de vakantie komt die nog zeker van pas. En vanaf hier pakken we dus de bus shuttle, de gratis bus shuttle die dus vanaf hier erbij zit. En die brengt ons naar de Mariposa Grove. Ja. Terwijl we hier al een doorsnede zien van een sequoia. Ja. Dat is wel echt een populaire plek. Iedereen die gaat er eventjes voor staan. Ja, voor mijn gevoel is dit ook die plek die je wel vaker hebt gezien. Of het nou op informatiefilmpjes is. Of... Maar het kan natuurlijk ook dat er meerdere van dat soort bomen zijn. Hè?